Hallo dames en heren, tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Bas. Wat ik jullie dus ga vertellen jongens, is dus hoe je een Yeti in je Minecraft server, in je Minecraft wereld spawnt. Ik weet dus hoe je dat moet doen. Ik ga jullie dat dus ook uitleggen voor de mensen die dit alvast denken dat het fake is. Jongens, dit is dus 100% echt, 0% fake. Ja jongens, ik ga jullie dus gewoon uitleggen hoe je dus de Yeti in je server spawnt. Voor de mensen die niet weten wat een Yeti is. Dat is dus eigenlijk gewoon weer een soort van Bigfoot. Maar dan eigenlijk gewoon in het wit en rode ogen. Ja, eigenlijk gewoon een heel aanstaanjagend beest. Maar jongens, hoe je dus de wereld gaat noemen is Yeti. En ja, je gewoon een nieuwe wereld opstarten en je noemt hem Yeti. In creëren vond je moet natuurlijk ook ja, de spawn bouwen. Je difficulty moet dus op hard. Ja, moeilijk dus. En ja jongens, wat je dan doet, is dus het allerbelangrijkste, dus de seed. En de seed, die noem je echt heel easy. Het is Notch, de maker van Minecraft. Echt heel easy, het is een hoofdletter met N natuurlijk. Als je dat niet doet, werkt het ook niet. En wat je dus doet, is ook een grotere wereld, ook het allerbelangrijkste. En nu heb je dus al je basisinstallingen, ja, je wereldinstellingen gedaan. Hoe je dus je Yeti in je server doet, jongens. Wat we dus nou gaan doen, is de wereld aanmaken. En dan zul je zien dat we dus daar ook een Yeti misschien in onze wereld krijgen. Ik heb het een paar keer geprobeerd en het werkt dus ook echt bij mij. Ik vind het super vet. Ik vind het wel echt vet dat je zo'n beest in je Minecraft server kunt doen. Jongens, het is echt niet fake. Ik ga het echt goed uitleggen. We komen daar dus ook in de sneeuwbiome te spawnen. En ook bij een iglo normaal. Heel normaal. Ja jongens, een iglo. Daar hebben we dus de iglo. Wat we dus gaan doen jongens. Ja, hier gaat de taak allemaal in gebeuren. Als je hier daar straks niet in gaat, ja dan werkt het ook niet. Maar ja jongens, we gaan hier dus de Bigfoot spawnen. Dat vind ik een mooi plekje hier zo. Wat we dus weer nodig hebben, is dus een obsidian, een netherblok, een aanstekertje, een einderkristal, een anvil en de laatste vier weer van deze onderwereldsterretjes. Jongens, het is eigenlijk bijna hetzelfde hoe je Bigfoot spande, maar dan ietsjes anders. Jongens, ik zal wel zeggen, dit is echt heel easy om hem weer te spannen. Oh, jongens, mijn controle doet een beetje raar. Ja, dit gaat goed. Jongens, het komt, mijn controle doet echt kapot raar. Dat vind ik echt ook heel irritant, maar dat doet het niet zo. Wat je dus echt gewoon precies doet, is je doet gewoon dit. Dit is echt super easy. Ik wou het even wat beter voor jullie, dat jullie het echt heel goed kunnen zien. En mooi gras natuurlijk. Zo jongens, dit is echt gewoon wat je moet doen. Wat je hier dus plaatst, is één fakkeltje. Of ja, één. Jongens, dit controle is echt niet leuk, maar dat doet het niet zo. Dus is gewoon één vlammetje. Wat je dus dan doet, is je plaatst hier gewoon van die eindekristallen. Die plaats je dus op de obsidian blokken. En ja, als je dat gedaan hebt, dan heb je eigenlijk wat je allemaal hebt gebouwd al klaar. Voor de rest hoef je niks meer te bouwen. Alleen je hoeft nog het onderwereldsterretje. Hoef je geen Bigfoot te noemen jongens, maar een Yeti. Het allerbelangrijkste dus jongens, Yeti. Dus ja, wat je dan doet jongens, is weer gewoon in al deze eindekristalletjes gooien. En als je dat gedaan hebt, ja, dan heb je alles gewoon gedaan. Dan hoef je daar ook alleen nog af te wachten en dan komt hij in je wereld. Wat je dan dus doet, jongens, is dus gewoon dit doen. En ja, jongens, alle sterretjes zijn weg. Dus dat betekent dus ook dat Yeti nou eens in je wereld komt te spawnen. Nou, jongens, dan gaan we dus ook in deze iglo. En ja, je hoeft er maar eventjes in deze iglo te blijven. Het duurt maar echt 20 seconden. En hij spawnt gewoon in je wereld. Volgens mij is hij er nou al in, denk ik. Want het duurt echt maar, het kan gerust ook 5 secondjes zijn. Je hoeft echt alleen maar bijvoorbeeld over zo'n grens bij Minecraft. En dan is hij gewoon in je wereld. En beter is hij. Oh my god. Oh my god, jongens. No way. Ik wil hem echt van dichtbij beschouwen. Jongens, hij hoeft alleen. Jongens, kijk zijn ogen. Kijk zijn ogen. Oh my god. Oh my freaky god. Als hij je ziet, hè. Jongens, ik zit in creative, maar hij doet, ik weet niet hoe, hij doet bijvoorbeeld slash kill of zo. Hij zit gewoon weer achter me aan. My god. Jongens, echt, ik ben hier weg. Jongens, jullie hebben Yeti gezien. Ongelooflijk. Het is echt totaal niet fake. Mensen, alsjeblieft, denk, dit is echt niet fake. Oh my god.
Jongens, echt, ik moet even een goede plekje om dingen af te sluiten. Want hij blijft soms echt heel de tijd volgen. En dan meen ik serieus echt. Oké, jongens, we gaan hier de wereld afsluiten. Ja, de video afsluiten. Holy damn, jongens. Echt, ik vind het echt ontzettend creepy. Jullie hebben me maar eventjes gezien. Sorry daarvoor, maar hij kwam meteen achter me aan. En ja, als hij achter me aan zit, dan doet hij... als hij heel dichtbij je is, dan doet hij slash kill. En ja, jongens, dan is hij ook meteen uit je wereld. En dan, ja, kunnen jullie hem dus niet meer zien. En vind ik ook heel jammer voor jullie, dat jullie hem dan ook niet meer kunnen zien. Maar ja, jongens, dit was dus eigenlijk gewoon de video. Ja, hoe je Bigfoot moet oproepen. Of ja, Bigfoot Yeti dus. Jongens, echt, hier kan ik nog wel eens meerdere video's over maken. Want ja, dit is echt gewoon super easy om zoiets op te roepen. Dit was dus eigenlijk gewoon de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet dan zeker geen blauw duimpje omhoog te doen op deze video. Als je deze video nou leuk vond. Abonneer je nog op mijn kanaal, alsjeblieft. En dan zie ik jullie wel weer later. Later, jongens.